die beter gevulde kappensoep is lekker, hè? En er zijn nu ook nieuwe Chinese smaken, zoals Chinese tomatensoep met omeletreepjes en... Mama, hoe heet het nou weer? Tauge. Oh ja. Of Chinese groentesoep met tauge en... omeletreepjes. Iedereen vindt nu zijn favoriete smaak kappensoep. Lekker. Niemand maakt soep, soep in een kop, zoals Royco, kappensoep. Precies. Totale controle. Absolute veelzijdigheid. Precies dat gevoel krijg je met elke Mazda 323. Er is een luxueuze sedan. Een ruime estate. En een sportieve hatchback. Zodat je je altijd één voelt met wat je doet. De Mazda 323. Perfecte harmonie tussen mens en machine. Här är Olle. Olle vill gå till en restaurang med levande ljus. Tycker jag om levande ljus? Ja. Ska jag gå med Olle? Nej, jag tar hellre Vasa knäckebröd. Sesam knäckebröd. Läckert, knaprigt och full av läckra frön. Då går Olle till restaurangen med sin mormor. Sesam knäckebröd från Vakade Vasa. Lekker tot de laatste kruimel. You know how I feel about you. No, Richie. Oh, Richie, no, Richie. Just this one kiss. Not until we're engaged. Not until we're engaged. What are you doing? Steeds meer Amerikanen kiezen voor de smaak van Pepsi Light. Wat kies jij? Oh, Richie. Dit is meneer Van Wijnen die een lucifertje probeert aan te steken. Hij is een ouderwetse hammerroker bij Albert Heijn. Doet niet. Een beetje zenuwachtig. Nou gaat hij... Hij brandt. Als een lier. Nou gaat hij rook maken met eikenhout. Pennekhout. Dat zeg ik. Neem me niet kwalijk, zeg. Zo, die schoorsteen trekt goed. Hoe lang moeten die hammen nou hangen? Van Wijnen. Zal je even kijken. 8 uur. Aha. Nou krijgt u een blaar. Nee hoor. Ja hoor. En nou gaan we boeren ham proeven bij Albert Heijn. Als de rook weg is. Dat is mooi natuurlijk, als je bedrijf in deze tijd uit zijn jasje groeit. Maar je moet die groei wel voorblijven. Mijn bank heeft me daar prima bij geholpen. Ze hebben daar specialisten voor in huis. Mensen die begrijpen waar ik heen wil. Neem bijvoorbeeld de automatisering van mijn betalingen. Dat is nu allemaal perfect geregeld. Ik ben bij de ABN. Nou, alleen die deuren nog. Er zijn allerlei soorten muesli en die smaken ongeveer zo. En je hebt maar één kruisli. Licht geroosterd en knapperig en die smaakt ongeveer zo. Als Victoria Vesta-adviseur kom ik al jaren bij de mensen thuis. Zo wilde deze mevrouw een uitvaartpolis. Goedemorgen, mevrouw Cleopatra. Nou, de polis is... kom ik ongelegen. Nee hoor, ik ga net mijn monumentje uitzoeken. Heer architecten? Nee. Die is leuk. Hier is alleen het deurtje. Nou is die stuk. Ja, ik ben natuurlijk geen architect. Maar als we nou eens zo... Dat vind ik nou leuk. Gelukkig heeft hij meer verstand van verzekeren. Knappe man. Wat betreft de uitvaartpolis. De kinderen zijn mee verzekerd, hoor. Victoria Vesta. Meer verstand van verzekeren. Wat doe je nou? Kijk uit! Vlekken. Van Ballpoint, vet, nagellak. Maar schrik niet, want er is vlekkentovenaar van Citin. 1 voor elke vlek. Citin vlekkentovenaar. Zoveel vlekken, zoveel vlekkentovenaars. Thank you.
kwaliteit die je proeft.